Ik krijg altijd zoveel vragen, oh ik kan het niet verlagen, want soms weet ik zelf het antwoord niet. Ik zou het heel graag willen weten, maar je moet me echt vergeven, want mijn naam is toch geen antwoord Piet. Oh, er zijn zoveel vragen in de wereld van Smit, zoveel vragen in de wereld. Maar voordat je zelf een antwoord verzint, zoek ik het in de wereld van Smit. In de wereld, in de wereld. Wat leuk dat je weer kijkt naar de Wereld van Sint. De plek waar je antwoord krijgt op al jouw vragen. En ja, ik heb weer nieuwe vragen binnengekregen. Ik ga meteen beginnen. De eerste vraag is van Evelien. Evelien die komt uit Hoorn en die vraagt... Hoeveel films hebben jullie gemaakt? En, Tespiet, wat is jouw lievelingsfilm? Nou, vind ik een leuke vraag. Evelien, we hebben om precies te zijn 9 bioscoopfilms gemaakt... met de film die nu in de bioscoop draait meegenomen... En we hebben natuurlijk ook heel veel televisieseries gemaakt en zo, maar de bioscoopfilms, dat zijn er 9. En mijn favoriete film is Het Pratende Paard. Ja, ik vind de film van dit jaar ook leuk en ik vind de films eigenlijk altijd leuk, maar Het Pratende Paard vond ik echt heel erg leuk. Ja, want ik zou het ook eigenlijk wel heel grappig vinden als Americo echt een keer kon praten. Ik ben benieuwd welke film jij het leukst vond eigenlijk, maar ja, jij kan me nu geen antwoord geven. Wie wel graag een antwoord wil, dat was, even kijken, ja, die heb ik hier. Dat was Lotte. Lotte die wil namelijk mij wat vragen en die heeft mij gevraagd om even contact met haar op te nemen. Dus Lotte, als het goed is, gaan wij nu met elkaar praten. Kijken of het lukt. Eens even kijken. Ja. Hallo Lotte, wat zie je er maar. Hé, dat is Sophie. Dat is je zus, toch? Ja. Nou, wat gezellig. Hey Lot. Hallo. Oh, dat is ook leuk. Is dat oma? Is die er ook? Ja. Wat gezellig. Hey lieverd, ik had begrepen dat jij een vraag had. Klopt dat? Ja. Wat wil jij weten? Hoe Sinterklaas' kamer eruit. Hoe Sinterklaas' kamer eruit ziet? Oh, en bedoel je dan zijn slaapkamer of zijn werkkamer? Slaapkamer. Ja, dat snap ik. Dat zou ik ook willen weten. Nou, de slaapkamer van Sinterklaas is eigenlijk een beetje zoals jouw slaapkamer. Want in de slaapkamer van Sinterklaas staat gewoon een bed. Maar Sinterklaas heeft wel een heel mooi hemelbed. En weet je wat Sinterklaas ook heeft? Sinterklaas heeft in zijn kamer een plekje waar alle tekeningen die die nacht uit de schoenen worden gehaald, die bewaart hij allemaal. En net zoals hier hangen ook allemaal tekeningen, hangt Sinterklaas die allemaal op in zijn slaapkamer. Dus de tekeningen van alle kinderen hangen in de slaapkamer van Sinterklaas. Hij heeft een heel groot bed. En weet je wat Sinterklaas aan heeft als hij slaapt? Nee. Een rode onesie. Weet je wat een onesie is? Ja. Ja, toch? Zo helemaal van de onder naar boven, zo'n heel pak. En dat heeft Sinterklaas dan aan. Wat heb jij aan als je gaat slapen? Gewoon een pyjama. Oh, gewoon een pyjama. Ja, nou, voor Sinterklaas is eigenlijk zo'n onesie ook gewoon een pyjama. Hé, hey, en Lot, ik had begrepen dat er een liedje is wat jij heel erg leuk vindt. Ja, toch? Ja. Welk liedje was dat? Of is dat? Die van jou en Lucilla. Nou, van mij en Lucilla. Toen dacht ik, misschien is het leuk als wij dat samen even gaan zingen. Wil je dat? Ik kom de winter. Is het bijna tijd. Ik wil al weken de nachten wachten. Altijd 5 december zijn. Yeah. Wat goed, schatje. Wat supergoed van jou. Ik vond het echt zo knap. Een applausje van jou. Supercool. Hey, ik heb namelijk, toen ik die videoclip ging opnemen met Lucilla, heb ik een filmpje met haar opgenomen. En dat wilde ik jou graag laten zien. Wil je dat zien? Normaal heb ik de vragen van kinderen die vragen stellen aan Sinterklaas en de Pieten. Maar vandaag heb ik een familietje uitgekozen waar ik een enorme fan van ben eigenlijk. De familie Bellinga. Ja. Ja, ja, ja. Wat gaan wij vandaag doen? Vandaag gaan we videoclip opnemen. Vandaag gaan wij videoclip opnemen. Ik kan niet wachten. Is het bijna tijd. Klopt. Ja. Oké, lieverd, ik heb een vraag aan jou. Misschien is dat een hele simpele vraag, maar ik ga toch vragen. Wat is jouw lievelingskleur? Ik heb heel veel. Geel. Nou, oké, okay, als je nou 1 kleurtje moet kiezen? Dan ga ik voor geel. Echt? Weet je wat grappig is? Mijn lievelingskleur is geel en blauw en ook wel een beetje oranje en groen. Oké, okay, maar als je dan 1 kleur mag kiezen?
ook geel. Ja, en jouw broer ook als lievelingskleur geel. Grappig, hè? Dan wil ik weten, wat is jouw lievelingseten? Oh, warm eten? Wat je wil, maakt mij niet uit. Nou, dan wel pannenkoeken met heel veel poedersuiker. Bellen en spaghetti. Oh, vind ik ook heel lekker. Wat is jouw leukste vak op school? Oh, mijn leukste vak? Rekenen. Buiten spelen. Nou ja, dat begrijp ik. Als jij nou later groot bent. Ja? Dan ben jij groter en sterker. Ja. En nog knapper dan dat je nu bent. Wat wil jij dan worden? Een popster met dansen en zingen. En dan wil ik ook wel in een coole band. En dan... Een echte boyband, met jongetjes. Ja. Als je later groot bent, wat wil je dan worden? Oh, dat is de plié. Ja, en een relevé. Oh, lieve. Nou, ik weet zeker dat jij echt een ballerina wordt. Dat kan niet anders. Mag ik je enorm bedanken voor dit gesprekje? Oh, ja. Mag wel. Nou, want jij bent namelijk een hele grote popzanger uit een boyband. Dus daar heb ik een boyband. Zeker maar aan, dank je wel, Edward. Maar we gaan nog wel heel even een tikkertje spelen. Ja, Lucilla is een vrouwde. Vond je het leuk, Lot? Ja! Goed zo. Dan wil ik eigenlijk van jou nog maar even één ding weten voordat we hiermee stoppen. Twee dingen eigenlijk. Ik wil even van jou weten wat jouw lievelingskleur is. Roze. Roze. Nou, komt dat even goed uit? Jij hebt ook roze aan, of niet? Ja, toch? In mijn scherm lijkt het roze, maar vind je mijn pak mooi, roze? Ja. Wel, hè? Dan wil ik nog even weten, wat gaan jullie straks aan Sinterklaas vragen? Heb je een wenslijstje? Want dan kan ik dat vast doorgeven aan Sinterklaas. Een nieuwe pop? Een nieuwe pop? Oh, dat vind ik wel heel goed. Nou, daar heb ik er heel veel van getest. Ik geef het door aan Sinterklaas, maar kan niks beloven, hè? Kan niks beloven. Ik geef het door aan Sinterklaas en wie weet lukt het. Oké, lievertjes. Nou, heel erg bedankt. Wil je nog wat zeggen? Wil je nog wat kwijt? Ik vind je heel lief. En ik jou. Ik vind jou heel erg lief. En ik vind Sophie ook heel erg lief. Oké, nou dag lievertjes, heel veel plezier met Sinterklaas. En de groeten aan mama en oma. Ik wil nog zo'n kus. Ik wil nog zo'n kus. Ja, dankjewel. Dag lievertje, een kusje voor mama en voor oma. Want die heb ik net zo om het hoekje zien gluren. En heel veel plezier. En dankjewel, ik vond het heel gezellig dat je er was. Dag. Doei. Nou, dit was toch te lief. Wat een leuke meisjes zijn dit. En wat kon Lotte goed zingen. Ik vind het heel stoer dat ze dat gedaan heeft. Nou, dit was De Wereld van Sint. Ik ben heel blij dat je hebt gekeken en ik hoop dat je het leuk vond. En je weet het, duim in de lucht als je het leuk vond. En even abonneren als je wil weten wat we nog meer gaan doen. Bedankt voor het kijken. Dag!